Hallo internetvrienden, vrienden, daar waren we weer. Ik en mijn lesbische vriendin Bo. Yes. We hebben het in de vorige video gehad een beetje over ja, jouw verhaal, denk ik toch wel. Ja, en over struggelen met je geaardheid en hoe ik ermee om ben gegaan. En hoe jullie dat misschien kan helpen. Vandaag hebben we een beetje een andere insteek. Vandaag gaan wij het hebben over de vooroordelen die er heersen. Over gay zijn, over de gay community, over lesbisch, homo's. Alles. Alles, ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar. Ga ze gewoon voor. Op je vuren, ja? Doe dat. Oké. Even een beetje achtergrondinformatie voor de mensen die Bo nog niet kennen. Ik ken Bo wel al 10 jaar. Bo en ik hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. En sindsdien zijn we eigenlijk vriendinnen. Ja, eigenlijk wel. We hebben flink wat leuke vakanties met elkaar meegemaakt. En ook wel een hoop ellende. Dus ik denk dat... Ja, goed, we kennen elkaar echt al heel lang. En het is gewoon een topwijf. Nou, jij ook, schat. Het zat niet echt een clue aan dit verhaal. Nee, dat maakt ook niet uit. Oké, daar gaan we. Oké, de eerste aanname is... Als je uit de kast komt, denken mensen gelijk dat je verliefd op ze bent. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Want als hetero ben je ook niet verliefd. Op iedereen? Nee. Dus dat is gewoon niet waar. Oké. Okay. Nee. Ja, maar heb je dat wel eens gehoord? Dat omheen dat je het zo? Nou, ik kan me wel ergens voorstellen dat stel een vriendin voor jou komt opeens uit de kast. Dat je het idee kan hebben, oh, heeft ze mij niet misschien leuk gevonden? Ja, precies. Dat, omdat je zo ja, met elkaar optreedt. Ja, daar kan ik zeker wel in komen, maar het is echt niet zo dat je meteen verliefd bent op iedereen. Vriendschap en liefde, dat hoort natuurlijk bij elkaar. Dus misschien dat ja, mensen dat dan niet los kunnen zien. Nee. Oké. Heel veel mensen willen trio's met lesbische vrouwen. Ja, ik heb dat niet persoonlijk meegemaakt. Maar je ziet wel dat als je op Tinder zit, of toen ik op Tinder zat, dat je veel stelletjes tegenkomt en in hun bio staat dan ja... we zijn op zoek naar iemand om een trio mee te hebben. Dat zie je echt wel veel voorbij komen. Oh, oké, wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben altijd best wel vrij. Dus als iemand dat wilt, ja... Zelf weten. Ja, lekker doen. Oké. Okay. Je kan altijd een poging wagen. En is dit dan echt iets typisch voor de gay community dat er heel veel trio's gedaan worden? Niet dat ik weet. Oké. Okay. Nee, daar dus dat is meer een mythe, zeg maar. Ja, in mijn optiek wel, ja. Oké. Okay. Vooroordeel, als je bi bent, ben je direct een slet. Nou, jij was wel een beetje losbandig. Ja, ik heb wel leuke dingen meegemaakt. Nee, maar... nee, nu komt het heel erg over. Zo erg was het nou ook. Nee, zo erg was het niet. Maar jij had wel... Ik weet wel dat ik altijd heel het eng vond. En jij ging er altijd wel gewoon voor. Ja. Ja, misschien wel inderdaad. Maar dat is misschien meer karakter dan dat het echt te maken heeft met of ja, je bi bent. Ja, met je geaardheid. En dat denk ik wel, ja. Nee, het gaat uiteindelijk gewoon om je persoonlijkheid. En ja, bi zijn verandert niet heel erg je persoonlijkheid, naar mijn idee. Homoseksuelen en lesbiennes betasten iedereen. Nou, wij hebben nog niet aan elkaar gezeten vandaag. Nee, dat scheelt. Hoor je dat wel eens? Want soms hoor je wel eens mensen zeggen van... Oh ja, ik heb niks tegen homo's, behalve als ze maar niet aan me gaan zitten. Dat is natuurlijk de meest belachelijke opmerking ever. Ja. Maar dat is natuurlijk waar het vandaan komt. Ja, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ik heb jou ook niet aangeraakt. Het heeft meer te maken, denk ik, met... respect, dan ja. Of je homo bent. Ja, nee, precies. In een gay relatie heb je altijd een mannetje en een vrouwtje. Die hoor je heel vaak. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee? Nee, in mijn relaties tot nu toe was het best wel equal, gewoon gelijk. Ja. En niet per se één die veel mannelijker was of veel vrouwelijker. Ja, misschien op sommige aspecten, maar het kon de andere dag ook weer verschillend zijn. Dus. Het is misschien ook het verschil tussen twee mensen. Ja. Het is natuurlijk ook heel meetbaar. Sowieso als je twee vrouwen naast elkaar zet, is de een wel wat mannelijker dan de ander. En je hoort toch ook bij hetero's dat de vrouw de broek aan heeft. Ja, precies. Dus... dan wordt er ook niks over. Nee. Oké. Okay. Biseksuele mensen zijn gewoon in de war tussen lesbisch zijn of hetero. Nee, dat denk ik niet. Nee. Is dat wel eens iets wat je gehoord hebt? Ja, van geen keuze kunnen maken. Maar nee, ik denk niet dat dat relevant is. Want uiteindelijk volg je gewoon je gevoel. En waar je je prettig bij voelt, daar ga je voor. Ja. Dus nee. Ja, en wie ben je die keuze ook verschuldigd? Ja, niemand nee. Eigenlijk. Als je gay bent, merk je heel snel wie er gay is. Ook al weet ze het zelf soms nog niet. Ik heb wel een aantal gevallen gehad. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik denk dat die personen dat zelf stiekem ook wel wisten al. Ja. Maar nog niet ervoor uit durfden te komen of gewoon zelf nog niet zo ver waren. Dus jij hebt wel een goede gaydar. Zeg je dat zo? ja, dat is een gaydar. Ja, wat voor geluid maakt jouw gaydar? Ik maak wieuw. Ja, als iemand langsloopt zeg ik... Nee, ik kan wel zeggen dat ik een goede gaydar heb. Ja, ik weet, als wij op stap gaan, dan hoor je dus Bo.
zo neutraal als dat ze altijd is. Zij is sowieso lesbisch. Wie? Wie? Niet kijken. Jij zegt, jij hebt altijd wel door. Ja, ik vind het ook altijd wel leuk om dat te benadrukken of zo. Ja, je gaat er toch meer op letten. Lesbische vrouwen worden erg geseksualiseerd. Nou, daar ben ik het mee eens. Ja. Tot op zekere hoogte. Oké. Okay. Ja, en dan vooral wat ik eerder al zei tijdens het uitgaan. Ja, dat wij, stel ik sta te zoenen met iemand, of er staan twee meiden te zoenen. Of te, ja, schuren, hoe zeg je dat? Ja, gewoon intiem. Ja, nou ja, intiem dat, ja. Ja, dat dat toch wel als een seksobject wordt beschouwd. Met kijken en joelen en vragen of ze mee mogen doen. Ik vind het wel heftig hoor. Ja. Hoe reageer je daar dan op? Ja, voor mij is het inmiddels normaal geworden. Ik weet niet hoe goed dat is natuurlijk. Maar soms gewoon arrogant aankijken of weglopen. Of expres heel overdreven gaan zoenen. Dat ze ook niet weten. Min of meer. Ja, een beetje provoceren. Ja. Dat. Oké. Lesbische vrouwen gaan vet snel samenwonen. Nou, dit is wel iets wat je vaak hoort, ja. Ja. Ja, omdat het toch misschien twee vrouwen iets sneller willen settelen. Ja, misschien ook meer dat vrouwen die willen echt binden, weet je wel. Precies, en ja, toch meer elkaar aanvoelen, omdat het twee vrouwen zijn. Ik weet het niet precies. Oh ja, maar ik denk wel als je dat zo zegt, klinkt het wel positief van dat vrouwen elkaar wat meer aanvoelen. Ik weet misschien niet hoe goed het is als je meteen gaat samenwonen. Nou ja, als het goed voelt, voelt het goed. Als je lesbisch bent, word je op elke vrouw verliefd. Ja, zo. Ja, het is echt. Al jaren. Blijf maar verliefd op mij. Het is echt zo irritant. Nee. Even kijken. Ik denk dat ik daar niet eens antwoord op hoef te geven. Nee, dat snap ik echt niet. Ja, in de gay community komt vreemdgaan veel meer voor. Dat hoor je vaker. Ik denk omdat de gay community vergeleken met de hetero community best wel klein is. Ja. En dat je elkaar sneller tegenkomt. Ja, precies. Je zoekt elkaar sneller op. Dus, je hoort dan veel gemeenschappelijke verhalen misschien ook. Ja, precies. Okay. Ik denk dat het wel stimuleert. Ja. De fetishboten op de Pride geven een vertekend beeld van de gay community. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, zo'n boot en wat die mensen daar aan hebben is gewoon niet echt voor mij weggelegd. Ik kan mezelf daar totaal niet aan linken. Omdat ik gewoon niet zo uitgesproken ben. Ja. Maar ik vind het wel heel goed dat het er is. En dat mensen die zich wel zo willen uiten. Dat het kan. Ja, dat het op die dag gewoon kan. En het liefst natuurlijk altijd, maar zeker op die dag. Ja, het is gewoon lastig. Ja. Het enige wat lesbische vrouwen doen is scharen. Wauw, nee, dat is zeker niet waar. Nee, dat is natuurlijk wel het eerste wat... Ja, het is een beetje dat meest banale wat je over lesbische vrouwen... Lekker scharen. Lekker scharen. Want het is ook heel, heel... Kijk, de andere dingen die je kan doen zijn natuurlijk wat preciezer. Ja. Scharen is natuurlijk wel een hele bombastische toestand. Ja, nee, klopt. Dan zeg je ook echt iets. Ja. Maar nee, dat trekt mij totaal niet. Okay. Maar misschien is dat weer iets persoonlijks. Maar over het algemeen, wat ik met mijn bedpartners heb gemerkt, is dat niet, zeker niet. Nee. Het gaat natuurlijk om de stimulatie. Ik denk dat schade veel moeite is voor weinig stimulatie. Nou ja, precies, voor weinig genot. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, ik denk dat het wel weer mooi is geweest, Bo. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Als je nog een vraag hebt voor Bo, laat het vooral weten in de comments, want dan komen we er nog op terug. En tot de volgende keer. Ciao!